Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Deze nieuwe videoserie gaat over de bouw en het ontwerp van een hele nieuwe 3D printer. Ik heb eerder een printer gemaakt, dat is deze. Die staat hierboven. En die werkt prima, maar hij kan niet heel erg hoog printen. De maximale hoogte is ongeveer 12,5 centimeter. En dat is een beetje beperkt. Dus ik wilde een nieuw ontwerpen. Die ga ik bouwen samen met een collega van mij, die hem ook betaalt. Hij wordt dus niet voor mij, hij wordt voor die collega. En het idee was om een frame te ontwerpen wat je kan laten zagen bij de bouwmarkt. Want die hier is gemaakt met behulp van een CNC-frees, mijn eigen X-carve. En dat is dus een behoorlijk ingewikkeld ding om na te kunnen bouwen. De nieuwe die we maken moet juist eenvoudig zijn om na te bouwen. En ik kan al een beetje wat laten zien, want hier staat al het eerste begin. Het frame is af, dat gaan we zo meteen bekijken in de video. En de eerste onderdelen zitten er al op, dus het begin is er. Het wordt dus weer een heel robuust frame met alles ingebouwd in de onderkast. Hier een display, voeding zit erin, Arduino, alles zit erin. Dus niks staat er los naast of hangt eraan. Dus het wordt mooi strak allemaal. En we gaan nu kijken naar de bouw van het frame. Maar eerst zal ik nog wat vertellen over het ontwerp, over wat we eigenlijk gaan maken. Nou, dit is een plaatje van, van wat het gaat worden. Ik heb deze tekening gemaakt in Tinkercad. En ik weet dat dat niet het beste CAD-programma is. Maar dit is ook niet een hele nauwkeurige bouwtekening. Dit is meer een soort overzicht van hoe het in elkaar gaat zitten. En dat is meer voor mezelf gemaakt, zodat ik er een beetje naar kan kijken en over dingen na kan denken. Ik heb wel alle rode onderdelen, dat zijn de geprinte onderdelen, die heb ik zelf ontworpen in Tinkercad. En dat voldeed wel. Dus met zo'n simpel CAD-programmaatje kan je toch best wel wat leuke dingen maken. En dat is allemaal, dus alle rode onderdelen zijn in Tinkercad ontworpen. Het wordt een printer met twee extruders. Hier zie je ze zitten, een dubbele extruder, dubbele hot end. En hier zitten dus motortjes die het filament zo door buisjes naar de hot ends gaan duwen. Hier nog eentje aan de andere kant voor de tweede extruder. Verder komt er een lekker groot grafisch display in Hiro en een verwarmd bed. De bouwhoogte die wordt denk ik ongeveer 35 centimeter. Nou, dat is natuurlijk lekker hoog. Dan kan je ongeveer de hele Eiffeltoren printen, mocht je dat willen. Als je al het hout laat zagen bij de bouwmarkt, dan wordt alles natuurlijk lekker haaks en op de juiste afmetingen. En dan moet het geen probleem zijn om dit frame in elkaar te zetten. Bij het ontwerpen van die onderdelen heb ik er rekening mee gehouden dat alles eenvoudig in elkaar te zetten moet zijn en ook een beetje vanzelfsprekend. Zoals bijvoorbeeld dit beugeltje hier en hetzelfde geldt voor het onderste beugeltje. Die lijnen uit met de zijkant van het frame. Kijk, dus de zijkant van het beugeltje is ook de zijkant van het frame. Op die manier hoef je geen moeilijke metingen te doen waar het beugeltje precies moet komen. Het moet gewoon aan de rand van het frame komen. En dat geldt ook voor deze. En ook die gaatjes hier, die helpen je om de positie te bepalen van waar het gat moet komen voor de as. Zo heb ik daar een beetje over nagedacht. En bijvoorbeeld ook hier, die twee glijstangen van de i-as, die zitten hier in deze houders. En die worden in één keer geprint, zodat ze op een constante afstand zitten. Dus als je de voorste beugel print en de achterste, dan zitten die al op dezelfde afstand. Dus dan hoef je dat niet moeilijk af te stellen. En ook deze dingen hier onder het bed, die worden in één geheel geprint. Dus ook daar is de afstand, de hartafstand van die glijstangen, al gelijk. Dus dan hoef je dat ook niet moeilijk af te stellen of moeilijk uit te meten. Het is gewoon erop schroeven en klaar. Ik zal je gaandeweg deze videoserie nog wel laten zien hoe we al die beugeltjes monteren. Al die verschillende onderdelen. Maar dit was puur even een kort overzicht van de printer. En hoe die er ongeveer uit moet gaan zien. Het bovenste gedeelte hier, dat is gemaakt van 12 mm triplex of 12 mm MDF. En het onderste gedeelte van 9 mm. Dat zijn dus twee verschillende diktes. In eerste instantie heb ik bedacht om alles 9 mm te maken. Dat was het eerste ontwerp. En daarna heb ik de bovenkant toch maar 12 gemaakt. Omdat dat wat makkelijker in elkaar schroeft. Dan kan je beter met schroeven verwerken. Dat 9 mm materiaal dat wil iets makkelijker splijten met schroeven. Dus dan moet je mooie dunne schroefjes kopen als je dat wil doen.
En ik kon dus niet die hele, ik kon niet het hele ontwerp naar 12 mm omzetten, omdat dan motortjes in de knoei kwamen. Daar was te weinig ruimte naast. Ze zitten nu ook erg krap op het hout. En bovendien moet natuurlijk het asje van de motor door die plaat heen steken. En als het dan 12 mm materiaal is, dan wordt het asje wel erg kort aan de bovenkant. Dus daarom is de onderkast nog altijd 9 mm materiaal en de bovenkant is 12. Hier aan de zijkant zit een opening voor ventilatie. Daar komt de ventilator achter. Net als hier. En dit is een gat voor de hoofdschakelaar. En hier zit een USB-aansluiting. En verder zie je misschien dat ik sommige onderdelen ook heb overgenomen uit andere ontwerpen. Zoals dit ding en dit hele ding. En deze, ja, dat ziet er natuurlijk erg uit als Prusa onderdelen. En dat zijn het ook in de basis. Ik heb ze gedownload van Thingiverse, deze bijvoorbeeld. En daarna nog wel wat aanpassingen moeten doen. Dit model had bijvoorbeeld die spindel aan de bovenkant. En ik wilde hem graag aan de onderkant hebben. Deze ring hier ook. En dit motortje zat veel te dicht op het frame, omdat het gemaakt was voor een iets kleiner frame. Dus dat heb ik allemaal een beetje moeten veranderen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is een model met een belt tensioner, met een belt spanner hierin. Dat is hartstikke mooi. Hier heb ik ook een belt spanner gemaakt voor de eijas. De eijas onderdelen heb ik helemaal zelf ontworpen. Ook deze plaatjes en zo is allemaal zelf ontworpen. Dus is erg leuk werk geweest. Maar goed, we gaan beginnen. We gaan kijken naar de bouw van het frame. We zijn hier bij de Horrenbach bouwmarkt in Nieuwegein. En ik zoek eerst een plaatje 9 mm hardhout triplex. Maar een hele hoop blijken krom te zijn, dus ik zoek een tijdje naar een goede. En degene die ik uiteindelijk kies, die blijkt toch nog met één punt een beetje omhoog te staan. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. En dat is natuurlijk wel een beetje irritant als het hout niet helemaal recht is. En dan een 12 mm plaatje. En die blijken allemaal mooi recht, dus die is gauw gevonden. Nou, dan ga ik het laten zagen. En ik heb mijn zaagplannetje meegenomen. Je ziet de jongens hier op het zaagblaadje kijken. Het zaagplan. En op die manier is het erg duidelijk wat ik van hem wil. En ja, worden er minder fouten gemaakt natuurlijk als je het allemaal netjes opschrijft. Zie je, hij gebruikt hem. Dus alles werd keurig gezaagd. Geen klachten erover. En dat was ook mijn bedoeling, hè. Mijn bedoeling was echt een frame te ontwerpen wat je kan laten zagen bij de bouwmarkt. Dus dat heb ik ook laten doen. Nou, dit is inmiddels het 9 mm plaatje. En daar wordt ook korte metten mee gemaakt. Dus dit kan mee naar huis en dan kunnen we thuis aan de slag. Het eerste wat ik in elkaar ga zetten is de onderkast. En wat ik eerst doe hier is een gat zagen voor het display. En dit zijn ventilatieopeningen waar achter twee ventilatoren komen van 60 mm. Mooi. Op het randje is altijd fijn. Eens kijken. Ja. Ja, twee is genoeg. Top. De onderkast zit nu helemaal in elkaar en we gaan nu beginnen aan het bovenste gedeelte. En wat ik eerst ga zagen is dit grote gat wat hier zit. Want die voorplaat die is wel gezaagd bij de bouwmarkt. Maar dat grote gat wat erin zit, dat moet je er zelf even uithalen. En dat is gelukkig niet heel kritisch, dus dat mag je gewoon met een decoupeerzaag doen.
De zijkanten die overblijven hier, dit is 8 centimeter en daar natuurlijk ook en dit natuurlijk ook. En die plank die is 52 hoog en 40 breed, dus het gat is 24 breed bij 44 hoog. En dat is dus onze voorplaat. Ja, wat is het? Is er nog? We hebben het bovendeel even los op de onderkast gezet om zo af te kunnen tekenen waar we moeten voorboren. En nu klemmen we het bovendeel even vast zodat ik de gaatjes kan doorboren in het 12 mm materiaal van het bovenframe. En nu zetten we alles vast met lijm en schroeven. Het frame is bijna klaar en we zijn het nu aan het schuren omdat we de spijkergaatjes hebben dichtgesmeerd. En alvast ter voorbereiding van de grondverf. Alle onderdelen die we alvast hebben, die proberen we nu alvast te installeren. Zodat we eventuele problemen vroeg kunnen oplossen. Slecht. Misschien wel. Of we kijken gewoon niet goed. Het is goed dat we alles even proef monteren, want we hebben een probleem ontdekt. Die as is een beetje te kort. Dus we gaan deze een stukje lager maken. Op de printer in deze video hebben we dus deze dingetjes wat centimeter lager gemonteerd, zoiets. Maar ik heb daarna het ontwerp aangepast. En deze voorplaat is nu dus in het ontwerp 2 centimeter kleiner. Dus die is nu 52 centimeter hoog en hij was eerder 54, maar nu dus 52 en nu worden dus deze blokjes gewoon helemaal aan de bovenkant van de voorplaat gemonteerd. Maar ik raad je toch aan om voordat je alles definitief vastschroeft, eerst eventjes proef te passen, want dat kan natuurlijk later wat ellende voorkomen.
En tenslotte hebben we het frame in de witte grondverf gezet. Het lijkt wel gele grondverf, maar dat komt omdat we onder een zonnescherm staan. En na wat zwarte verf is dit dus het hele frame. De bouw van het frame heeft ongeveer een weekend geduurd en dan nog een avondje voor wat extra schilderwerk. Maar in principe zat het frame in elkaar helemaal op zaterdagavond in de grondlak. En op zondag hebben we nog twee laagjes zwarte verf gedaan. En dat heb ik op maandag nog een keertje herhaald. Dus een weekend plus een uurtje. En dat is het hele frame. Tijdens de bouw ging niet alles even soepel. Er waren best wat leermomenten. Zo hebben we bijvoorbeeld aan het begin van het filmpje gezien dat ik die gaten maak met een grote gatenzaag op de boommachine. Nou, die gaten voor die ventilatie hadden we eerst hier mooi in het midden gemaakt van het plankje. Maar daarachter zit dat motortje voor de zetas. Dus daar kan helemaal geen ventilator achter komen. Dus die hebben we toen opnieuw moeten uitzagen, dit plankje. En de ventilatieopeningen hier mooi aan de achterkant gemaakt. En toen een week later heb ik precies dezelfde fout nog een keer gemaakt, omdat ik toen een plekje zocht voor deze USB-aansluiting. En die heb ik toen gewoon hier mooi naast gemaakt. Precies weer op de plek waar het motortje moet komen. Dus ik had nu gelukkig, want het motortje kon nog precies boven de connector. Dus het zit heel krap op elkaar nu, maar het zit elkaar net niet in de weg. Maar eigenlijk moet deze dus gewoon hier komen, zodat hij niet in de weg zit met wat daarachter zit. En dat is dus alles over het frame. Ik zal in de toekomst via mijn website de bouwtekeningen beschikbaar stellen en het zaagplan en dat soort dingen. De modelfiles voor de geprinte onderdelen zal ik daar ook op zetten. En dan kan je alles mooi downloaden. Maar ik ben nu alles nog aan het tekenen, dus er is gewoon nog niks om te publiceren. Toekomstige video's die zullen gaan over de verdere opbouw natuurlijk, maar ook over de firmware. Over alle onderdelen die ik heb moeten kopen, want er moet een hoop gekocht worden natuurlijk. Dus dat bespreek ik allemaal dan. En er zitten dus nog wel een paar filmpjes aan te komen. En die wil je natuurlijk niet missen. Dus je moet even subscriben via die link hier. Heel makkelijk. Even klikken, dan subscribe je. En dan word je automatisch op de hoogte gehouden van de toekomstige video's. Dus nu bedankt voor het kijken en dan zie ik je de volgende keer.